Om de burgers zoveel mogelijk tegemoet te komen, worden de tariefsaanpassingen voor energie gefaseerd doorgevoerd. De eerste fase gaat in per factuurmaand juni met een tariefsaanpassing van 15%. En in de tweede fase per september een tariefsaanpassing van 10%. Deze tariefsaanpassingen voor stroom zijn in het derde kwartaal van 2021 aangekondigd door de regering. Er zal tevens een overbruggingstarief worden ingevoerd, welke geldt voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke verbruikers, waarbij voor het verbruik van tussen 0 tot 250 kilowattuur een vast bedrag van 50 SFD zal worden betaald. Voor verbruikers binnen het overbruggingstarief geldt de verhoging van september niet. Zij kunnen zich hiervoor slechts digitaal registreren via de website van de Energieautoriteit Suriname en tot mei 2023 gebruik maken van het overbruggingstarief. Voor de niet-huishoudelijke afnemers zonder winstoogmerk zoals maatschappelijke en religieuze organisaties geldt subjectsubsidie. Deze voorwaarden bieden voor deze afnemers een korting van 50% op de factuur. Deze regeling blijft ongewijzigd.